Hier komt de wedstrijd in het busstation. Galjaan eigen tegen jongens, die helden er voor uit. Als daar een scheepstoeter gaat, dan mij ze springen. Ja! Dit leek me wel een leuk idee om als Paken en Beppe te gaan. Ja. Zo oud ben je nog niet? Nee, nee. Hey, hoe koud was het? Heel koud, je krijgt bijna geen adem. Maar toch, volgend jaar weer? Jazeker, tuurlijk. Jij ook volgend jaar weer? Misschien, ja, misschien. Ja, tuurlijk. Ik denk het wel, ja. Ja. Ik denk het ook wel hoor. En heb je al een idee voor volgend jaar hoe je dan het water in gaat? Nee, we doen het meestal 5 minuten van tevoren. Ja. Nee, mijn schoonvader heeft het bedacht van tevoren, hè? 5 minuten. Schoonvader? Oh, dan moet je ook even zijn naam noemen. Bono. Bono heeft het bedacht. Bono heeft het bedacht, ja. Was het warm of? Ja, lekker warm. Nee, het was wel koud, maar als je er een keer uit bent, dan valt het ook wel weer mee. Lekkere warme chocomel. Ja. Hoe was het? Ja, het viel wel mee. Wel koud, maar ging goed. 9 graden, maar het voelt als min 100. Maar nu is het wel lekker hoor. Nu, ja, als je er eenmaal in bent, dan ja, moet je gewoon even doorzwemmen. Dan denk ik, dat doe ik wel even. Maar als je erin ligt, dan denk je, zwemmen. Oh, koud. Hey, het is de derde keer voor je, ja. Dus je bent nog niet dat je zegt van nou ben ik het zat. Nee, nee. Ik zou eigenlijk vanochtend dacht ik, zou ik blijven liggen. Maar ja, dan, ja, ik weet niet. Dan heb je toch zo'n, ja, gewoon het nieuwe jaar goed beginnen. Dus... De feesttent of dit? Wat leuker is? Ja, dan toch de feesttent. Het langer duurt. Met veel meer mensen, dus... Maar ja. Je mag er nog wel even in, hoor. Nee, dankjewel. Nee.